Limmel, een wijk in Maastricht. In Maastricht zeggen we overigens Lummel, maar ik hou het op Limmel voor u hier. Het is een buurt waar mensen heel fijn samenwonen. Er is gemeenschapszin. Mensen wonen er al vaak vele decennia en ook nieuwe generaties vonden er een nieuw thuis. Totdat ook in Limmel de woningnood toesloeg. Er zijn simpelweg te weinig huizen. Kinderen die er zijn opgegroeid moeten tot hun eigen verdriet en het verdriet van hun vader en moeder uitwijken naar een andere wijk in Maastricht of soms zelfs ergens op de dorpen gaan wonen. Maar de bewoners die vonden een oplossing. Er lag namelijk een groot stuk braakliggend grond tegen Limmel aan, waar maar liefst 800 nieuwe huizen gebouwd zouden kunnen worden. Ze sloegen de handen ineen, ze maakten plannen, overtuigden financiers, gingen naar de gemeente. En alles leek in kannen en kruiken. Totdat een miljonair dat stuk braakliggend grond opkocht. Hij was rijk geworden in de Nertse fokkerij en hij zag meer brood in het bouwen van een distributiecentrum dan in nieuwe huizen voor de mensen in Limmel. De plannen van de bewoners gingen in de prullenbak. Geen zeggenschap over de eigen buurt, de eigen straten. Geen oplossing voor de grote woningnood. Voorzitter, de situatie in Limmel staat niet op zichzelf. Heel veel meer mensen in ons land kunnen niet vooruit omdat ze onzeker zijn over hun bestaan. Mensen in Loppersum die door de aardbevingen de scheuren in de gevels hebben zien ontstaan en al jaren wachten op versteviging van hun huizen. Gezinnen in Wijk aan Zee waar het kankerverwekkende deeltjes boven het dorp regent, waardoor de kinderen eigenlijk beter maar niet meer buiten kunnen spelen. Maar die mensen, die leggen zich er niet bij neer. Die komen in actie. Het buurtnetwerk Limmel, de Groninger Bodembeweging, Frisse Wind. Ze komen voor zichzelf, hun dorp, hun buurt, hun kinderen op. Ze binden de strijd aan. En ze verwachten antwoorden. Ze verwachten antwoorden, oplossingen, het inlossen van eerder gedane beloftes. Ze kijken daarvoor ook naar dit kabinet. Maar dit kabinet, die kijken de andere kant op. Dat maakt mensen boos. En dat is terecht. Want er staat heel veel op het spel. Kunnen de projectontwikkelaars doorgaan met hun megalomane projecten? Kan de industrie doorgaan met hun ziekmakende en vervuilende uitstoot? Kan de NAM doorgaan met het ontlopen van hun verantwoordelijkheid? Kunnen beleggers en grondeigenaars blijven speculeren? Of wint ons gezond verstand, de zekerheid van het bestaan, een schone en veilige leefomgeving waar je thuis bent, waar je je thuis voelt? Van wie zijn onze steden en dorpen eigenlijk? Van wie is ons land? Van het grote geld of van ons allemaal? Voorzitter, het antwoord op die vragen bepalen we samen. En de sociaaldemocratie weet dat morgen beter kan worden als we vandaag samenwerken. Samen staan we sterker. Samen kunnen we de wereld eerlijker en mooier maken. Door krachten te bundelen tussen mensen, samen met maatschappelijke bewegingen, vakbonden en politieke partijen. Samen met hen kunnen we zekerheid vergroten, ongelijkheid verkleinen, vooruitgang mogelijk maken. Maar het gaat niet vanzelf, want veel te vaak trekken mensen aan het kortste eind. Veel te vaak kiest de politiek niet voor de mens of voor het milieu, maar voor de multinational. En niet voor niets broeit het in de samenleving. Mensen gaan de straat op. Mensen leggen zich niet neer bij de status quo. De woonprotesten, de demonstraties van de culturele sector, de staking van de medewerkers van de kinderopvang en binnenkort weer een grote klimaatmars. Het tekent de groeiende maatschappelijke onvrede. En dat komt niet uit de lucht vallen. Toenemende onzekerheid leidt ertoe dat vooruitgang stokt. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog zijn onze kinderen slechter af dan wij zelf. De ongelijkheid is wereldwijd zo groot dat de 26 rijkste mensen ter wereld evenveel bezitten als de 3,8 miljard armste mensen ter wereld. Trickle down, het leek winner takes all. En Nederland staat er in veel opzichten gelukkig beter voor dan menig ander land.
Maar ook in Nederland is er de trend van de toenemende ongelijkheid. In het rijke Nederland, ons land, groeit 1 op de 9 kinderen op in armoede. 1 op de 9 kinderen. In ons rijke Nederland verblijven er elke nacht 4000 kinderen in de kinderopvang. Elke nacht 4000 kinderen. In het rijke Nederland zijn er steeds meer werkende armen en steeds meer werkende dakloze mensen. Het wordt in ons land steeds moeilijker om van een dubbeltje een kwartje te worden. Economen concluderen uit onderzoek dat het moeilijker is geworden voor kinderen om het inkomen van hun ouders te overtreffen. En dat geldt het meest voor kinderen met ouders met de laagste inkomens. En die verschillen die worden al zichtbaar voordat babytjes hun eerste verjaardag vieren. Kindjes van ouders met een laag inkomen hebben na 4 maanden al vaker overgewicht. Ze leren minder snel praten. Ze hebben vaker moeite later om zich te concentreren. Het maakt steeds meer uit in Nederland wat het opleidingsniveau van je ouders is. Een van de redenen daarvoor is dat kinderen van hoogopgeleide ouders vaker dure huiswerkbegeleiding krijgen of een jaartje naar een privéschool mogen. Tussen 1995 en 2015 groeide de uitgave aan dergelijke dure bijlessen van 26 miljoen euro naar maar liefst 189 miljoen euro. En het resultaat? Dat is kansenongelijkheid. Het ene kind wordt na schooltijd bijgespijkerd en het andere kind moet het zelf maar proberen uit te zoeken met de moeilijke sommen. En de gevolgen voor het schooladvies laten zich raden. En natuurlijk, ik begrijp de keuze van die ouders heel goed, maar het zou elk kind gegund moeten zijn. Die groeiende ongelijkheid zien we op veel plekken in onze samenleving. Er is een wildgroei aan onzekere arbeidscontracten. De mensen die het minst verdienen en die een hyperflexibel contract hebben, staan het eerste aan de kant. We zagen het in de coronacrisis, toen honderdduizenden werknemers en zelfstandigen eigenlijk direct zonder werk en inkomen kwamen. De woningmarkt. De woningmarkt die werkt voor mensen die veel huizen verzamelen voor de winst, in plaats van voor mensen die er 1 willen gewoon om in te wonen. Speculanten, huisjesmelkers, beleggers krijgen ruim baan. Zoveel dat in Rotterdam bijna 40% van de huizen opgekocht wordt door beleggers, terwijl heel veel mensen snakken naar een betaalbaar huis. Huren zijn voor heel veel mensen gewoon niet meer op te brengen. En de huizenbezitters profiteren tegelijkertijd van een historisch lage rente en enorme overwaardes. Voorzitter, over die ongelijkheid. Vermogensongelijkheid slaat diepe kloven dwars door de samenleving en tussen generaties. Met een jubelton krijgen kinderen van vermogende ouders kansen op een huis waar anderen aan de zijlijn blijven staan. Pandjesbazen maken grote winsten die niet worden belast, terwijl huurders de hoofdprijs moeten betalen. Mensen met een groot vermogen kunnen hun huis zelf verduurzamen, terwijl anderen zuchten onder de almaar stijgende energierekening. Voorzitter, die ongelijkheid die dreigt de komende jaren alleen maar verder toe te nemen. Terwijl de economie groeit, de winsten stijgen, staan de gezinnen op de nullijn. En wie wel profiteren? Mensen met veel vermogen en aandeelhouders. Maar er zijn alternatieven. Want ongelijkheid kent geen onvermijdelijkheid. En beweren dat we vrij kunnen zijn in een wereld vol ongelijkheid is een ernstige dwaling. Ongelijkheid is het product van machtsstructuren, het product van politieke keuzes. En dus is er een alternatief als we andere keuzes durven te maken. Sociaaldemocraten weten dat als mensen een fatsoenlijke basis, een eerlijke kans en vertrouwen hebben, dat er dan geen grens is aan wat we samen kunnen bereiken. Ons verhaal gaat niet uit van egoïsme of hebzucht. Ons verhaal is niet gebaseerd op mensen die alleen met boetes of met bonussen in beweging te krijgen zijn. Wij geloven in menselijke waardigheid, in het verlangen om ertoe te doen en om verbonden te zijn met anderen. En na 40 jaar waarin de markt het doel was, de overheid het probleem en het individu de oplossing, is het hoog tijd voor een omslag. De mens, planeet voorop. Een overheid die verantwoordelijkheid neemt voor het recht op een fatsoenlijk bestaan voor iedereen.
De markt die ten dienste staat van de mens en de maatschappij. Geen macht zonder tegenmacht. Eerlijke spreiding van kennis, macht en inkomen. Nederland verdient andere eerlijke keuzes. Nederland verdient een kabinet dat de bestaanszekerheid van mensen vergroot, nu en in de toekomst. Dat betekent dat het minimumloon en de uitkeringen omhoog moeten. Dat we eindelijk weer eens investeren in betaalbare woningen en dat niemand op straat hoeft te slapen. Dat we een einde maken aan de jungle van contracten dat de winsten hoog houdt en de lonen laag. Nederland verdient een kabinet dat de toenemende ongelijkheid aanpakt. Dat betekent dat werkgevers hun risico's niet mogen afwentelen op flexwerkers en op ZZP'ers. Dat werkenden mee moeten delen in de winst. Dat we investeren in zorg en in onderwijs. Zodat alle kinderen goed onderwijs krijgen en alle mensen liefdevolle zorg. Nederland verdient een kabinet dat de klimaatverandering aanpakt. En dat betekent dat grote vervuilers moeten gaan betalen en dat huishoudens moeten worden ontzien. Het betekent dat mensen de vruchten moeten plukken van een duurzamer huis en dan niet alleen de lasten van moeten hebben. Het betekent dat we kolencentrales sluiten in ruil voor duurzame alternatieven. Maar voorzitter, die keuzes voor Nederland die worden niet gemaakt. Sterker nog, er worden helemaal geen keuzes gemaakt. Nederland staat stil. En het is niet verwonderlijk dat er met stijgende verbazing en ergernis naar Den Haag gekeken wordt. Naast mij hier in vak K zit een demissionair kabinet dat nu 7 maanden geleden terecht is afgetreden om het toeslagenschandaal. De minister-president grapte kort daarna dat zijn demissionaire kabinet eigenlijk meer macht had dan daarvoor. Een ontluisterend inkijkje op zijn visie over de democratie. Maanden verder zijn we geen steek opgeschoten. Sterker nog, het is een democratische janboel geworden. Geen van de problemen van onze tijd is van oplossingen voorzien. En ondertussen zitten we opgescheept met een ploeg bewindspersonen die nog van alles doen wat ze eigenlijk helemaal niet zouden moeten doen. Informatie in doofpotten stoppen, Prinsjesdagplannen lekken, proefboringen in de Waddenzee toestaan. En Cora van Nieuwenhuizen zit als minister nog bij begrotingsbesprekingen en wordt vervolgens lobbyist voor de kolenindustrie, met medeweten van de minister-president. En tegelijkertijd doen ze ook van alles niet wat ze wel zouden moeten doen. Slachtoffers van de aardbevingsschade en het toeslagenschandaal worden niet geholpen. De wooncrisis wordt niet opgelost. De dakloosheid neemt toe. Beleggers gaan erop vooruit en huishoudens merken niets van de economische groei. Mensen die voor hun leven vrezen in Afghanistan werden aan hun lot overgelaten. Dansen met Jansen leidde tot een rampzalige coronazomer voor zoveel ondernemers die het al zo zwaar hadden. Net als in de afgelopen jaren had de demissionair minister van Financiën gisteren 2 koffertjes bij zich. Figuurlijk gesproken dan. Eentje voor de aandeelhouders en de beleggers, die zat lekker vol. En 1 voor de gepensioneerden, de werknemers en de gezinnen met louter gebakken lucht. Het zijn de laatste stuiptrekkingen van een demissionaire ploeg waar we snel van af moeten. En aan de minister-president wil ik dan ook via u, voorzitter, vragen. Schaamt u zich eigenlijk niet? Schaamt u zich niet dat u hier een demissionaire begroting moet presenteren waarmee nog geen begin gemaakt wordt met het oplossen van de grote problemen van Nederland en u ondertussen de formatie ophoudt door allerlei politiek gedoe? Schaamt u zich niet dat u heeft moeten aftreden vanwege het toeslagenschandaal, maar dat er nog steeds geen recht gedaan is aan het leed van de ouders? Dat er nog steeds geen duidelijkheid is over etnisch profileren door de Belastingdienst? Dat er nog geen begin gemaakt is van het stoppen met het toeslagensysteem, terwijl dat het begin van alle ellende was? Schaamt u zich niet dat Nederland in Europa en in de wereld geen krachtig geluid kan laten horen, omdat er een demissionair kabinet zit? Dat Europese miljarden waar Nederland recht op heeft, gewoon op de Brusselse plank liggen? Schaamt u zich niet dat u voor de verkiezingen de mond vol had over het belang van breed draagvlak en dat Nederlanders het vooral samen moeten doen en dat er te veel polarisatie is in het land, terwijl u nu zelf het eigen belang boven landsbelang stelt en niet in staat blijkt met anderen samen te werken? En schaamt u zich niet dat het vertrouwen in democratie en politiek een knauw krijgt, omdat er een half jaar na de verkiezingen geen enkel zicht is op een nieuw kabinet? Bent u aan het einde van uw...
Ik ben niet aan het einde van mijn natuurlijke pauze. Een natuurlijke pauze. Zeker. Helemaal goed. Dan geef ik het woord aan de heer Wilders, PVV. Het antwoord is nee, hij schaamt zich niet. Hij schaamt zich helemaal nergens voor. Maar dat is niet mijn vraag. Mijn vraag is, mevrouw de voorzitter, want dat is eigenlijk de enige politieke vraag die ondanks het kritische verhaal van mevrouw Ploemen nu relevant is. Wat gaat u doen? U weet, ze hebben u samen met de heer Klaver van tafel gegooid. Of in ieder geval onderhandelingen beëindigd. U mag niet meedoen voor een nieuw kabinet. En men gaat nu kijken of men met een minderheidskabinet voldoende steun heeft in het brede midden. Wat dat ook betekent. Volgens mij hoort u daar wel bij en ik niet. Het brede midden. Om mee te mogen doen. Althans niet in het kabinet. Maar om ze te helpen door te gaan met al de kritiek die u net gaf. Dus de politieke vraag is natuurlijk, wat gaat u nu doen? Gaat u nou daaraan meewerken? Gaat u nou van de mevrouw van de VVD, mevrouw Hermans, gaat u nou in op haar avances om hem te helpen met een minderheidskabinet terwijl u niet mag meeregeren? Of zegt u van amen hula, als jullie me willen, mijn steun willen, dan nodig maar me uit aan de tafel. Dat is de politieke vraag waar het vandaag en morgen om draait en ik hoor het antwoord niet. Mevrouw Ploemen. Voorzitter, via u. Wat denkt u zelf? Nee, natuurlijk ga ik dat niet doen. Natuurlijk ga ik dat niet doen. Natuurlijk gaan we dat niet doen, omdat er echte veranderingen nodig zijn. En natuurlijk, het is te prijzen dat mevrouw Hermans van de VVD met een miljard op pad gestuurd is. Maar u heeft gehoord welke problemen er zijn in Nederland. U maakt soms een andere analyse. Ik ga ook niet kiezen wat prioriteit heeft. De woningcrisis moet worden opgelost. Het kan niet voortbestaan dat alleen maar multinationals profiteren van de economische groei. Het kan niet zo zijn dat de leraren in Nederland onderbetaald blijven. Dus nee, ik ga niet voor een appel en een ei in een gedoogconstructie, zoals dat dan heet, laten rommelen. Echte verandering is nodig. Daarover kan onderhandeld worden. Dat is niet gebeurd, want laat ik u dat ook zeggen. U was er niet bij. We hebben gepraat, maar er is niet onderhandeld. En tot slot, voorzitter, ja, ik weet niet zo goed wat dat is, het brede politieke midden. Ik weet het niet. De Partij van de Arbeid is een linkse partij, voorzitter, en het moet echt anders. Dat is wat wij vinden. De heer Wilders. En mag ik u vragen, zegt u dat dan namens de Partij van de Arbeid of zegt u dit nu, want u vergaat het geloof ik samen, u bent nog niet samen, is dit ook wat namens GroenLinks of is dit namens de Partij van de Arbeid alleen? Nou, het is namens de Partij van de Arbeid en ik gun de heer Klaver ook uw interruptie, maar ik meen te weten wat hij vindt. Voorzitter, dan wil ik afronden, want weet u, dat is toch, we moeten natuurlijk debatteren met elkaar en het kabinet moet voor morgen ook nog aan het woord komen. Maar de vraag of het kabinet in de opmaat naar de onderhandelingen op maandag steun zal vinden in het zogenaamde brede midden in deze Kamer is in ieder geval een stuk kleiner geworden. En ik waardeer het eerlijke antwoord van de collega Ploemen van de Partij van de Arbeid. Zij zegt, nee, grote problemen. Als wij niet aan tafel worden uitgenodigd, dan gaan we niet met een kruimeltje over die verhuurdersheffing, oneerbiedig gezegd, gaan we niet doen. Want onze ideeën, het zijn niet altijd mijn ideeën, maar onze ideeën staan er ver vanaf. En dat is een helder antwoord. Ik dank u daarvoor en ik hoop dat de premier dat goed in zijn oor knapt. Voorzitter, het sluit naadloos aan bij mijn antwoord op de heer Wilders. Maar ik ga niet staan toekijken bij dit stilstaande water natuurlijk. Wij, de 150 Kamerleden, wij hebben de stem en het vertrouwen van de Nederlanders gekregen. Wij zijn gewoon missionair. En wij doen dus niet mee met schimmige onderhandelingen over de begroting. Maar vandaag en morgen kunnen we in openbaarheid spreken over wat wij belangrijk vinden. En daar gaan we dan ook over stemmen. We zullen daar ook voorstellen voor doen. Vandaag en morgen is onze kans om als Kamer de daad bij het woord te voegen, want wij willen het anders. En daarom doe ik samen met GroenLinks 4 concrete voorstellen om de begroting voor volgend jaar eerlijker, duurzamer, socialer te maken. Voorzitter, 1. De Partij van de Arbeid wil de woningnood nu aanpakken. Er zijn te weinig betaalbare huizen en te veel mensen kunnen de huur niet betalen. Een grote opgave voor een nieuw kabinet, maar de mensen kunnen niet wachten. We willen daarom dat de verhuurdersheffing wordt afgeschaft, zodat corporaties meer huizen kunnen bouwen, huren kunnen verlagen en woningen kunnen verduurzamen. En daarnaast moet er wat ons betreft blijvend worden geïnvesteerd in het Fonds voor Volkshuisvesting, zodat gemeenten samen met bewoners de leefbaarheid van wijken en buurten kunnen verbeteren. 2.
De Partij van de Arbeid vindt dat Nederlanders er komend jaar gewoon op vooruit moet gaan, want er is ook economische groei. En daarom stellen we, wederom samen met GroenLinks, voor om het besluit van het demissionaire kabinet om 1 miljard euro aan de lastenverlaging voor het bedrijfsleven uit te geven, terug te draaien. Want in plaats van een cadeau aan het bedrijfsleven kunnen we dat geld veel beter gebruiken om de koopkracht van alleenstaande gezinnen en gepensioneerden te verbeteren. 3. De Partij van de Arbeid wil investeren in de kinderen van ons land. Meer geld voor onderwijs, waar het lerarentekort hoog blijft. Een kwart van de jongeren in Nederland van 15 jaar kan niet goed genoeg lezen. Daarom moet er een robuust offensief komen tegen laaggeletterdheid en moeten de lerarensalarissen verhoogd. Leraren in het basisonderwijs moeten evenveel salaris krijgen, want dat verdienen ze namelijk als hun collega's in het voortgezet onderwijs. 4. Er is natuurlijk geen tijd meer te verliezen om klimaatverandering tegen te gaan. Terwijl onze planeet onleefbaar dreigt te worden voor onze kinderen, gaan de grote vervuilers onbekommerd door met CO2 uitstoten. Onze natuur moet beter worden beschermd. Klimaat moet meer prioriteit krijgen. Er moet beter geluisterd worden naar wetenschappers. Als we alle fossiele subsidies aan grote vervuilers afschaffen en vervuiling eerlijk belasten, kunnen we de opbrengsten gebruiken voor een lagere energierekening voor huishoudens en voor een werkgarantiefonds voor mensen die hun baan dreigen te verliezen in de grote omslag die nodig is. Voorzitter, het is best ongemakkelijk om met een demissionair kabinet dat in vergaande staat van ontbinding is nog zulke fundamentele begrotingsdiscussies te voeren. En het is ook zonder recent precedent. Maar we kunnen niet anders, want we spreken hier over de begroting voor het komende jaar, 2022. En als we nu geen concrete stappen zetten en tot Sint-Jutsmis blijven wachten op een nieuw kabinet, dan gebeurt er niks. Niks aan de problemen waar mensen in Nederland elke dag mee te maken hebben. Dit is de eerste kans om de begroting te wijzigen en die zou ik willen aangrijpen. Nederland heeft van dit demissionaire kabinet en van de tergend trage formatie niks goeds meer te verwachten. Dus laten wij het goede voorbeeld geven en gewoon ons werk doen. Voorzitter, ja, en ondanks die Haagse formatiechaos ben ik gewoon best wel optimistisch. Want de mensen in Limmel, in Wijk aan Zee, in Loppersum, zij zijn het tij aan het keren. Zij bundelen de krachten tussen mensen, maatschappelijke bewegingen. Ze werken samen met vakbonden, politieke partijen. En zo kunnen we de zekerheid vergroten, de ongelijkheid verkleinen. En zo maken we samen vooruitgang mogelijk. Verbinding geeft kracht. En die verbinding is na 40 jaar individualisme, 40 jaar marktwerking, 40 jaar doorgeschoten liberalisme hard nodig. Het is de hoogste tijd dat we het anders gaan doen. Het is nodig en het kan. Want samen kunnen we Nederland eerlijker, duurzamer en socialer maken. Een fijner land waar we samen kunnen leven. En ik zei het al, voorzitter, nu een nieuw kabinet op zich laat wachten, en dit is een oproep aan de collega's, is het aan ons, volksvertegenwoordigers, om stappen te zetten. Om het vertrouwen dat de kiezer ons heeft gegeven ook waar te maken. Laten wij dat vertrouwen vandaag en morgen gebruiken om Nederland echt vooruit te helpen.